Ah, hallo iedereen, ik ben Jesse. Ik ben S. Jesse, ben jij er mee eens dat zwarte mannen een grotere lol hebben? Ik weet de statistieken niet, maar blijkbaar is het waar. Wat denk je over Aziatische mannen? Wel, ik bedoel, ik heb veel porno gezien. Zijn ze en holy shit, sommige groot? Zijn wel heel fucking klein. Like, sommige zijn heel klein. We hebben het niet over showdown porn, oké? Okay? Sommige zijn wel groter, maar sommige zijn heel klein. Wat zeg je? We hebben het niet over showdown. Ik kijk geen fucking showdown shit, Ennis. Ik kijk geen showdown shit, ik ben geen showdown. Ik heb showdown porn. Moet me denken aan die ene persoon. Die, like, 20 is of zoiets, maar echt op een kind lijkt. En al in een porno zit. Dat is like, what the fuck? I'm not gonna be friends with that loser anymore. I am getting tired of saving her. Ik kan zo'n Mario stem doen. Time and time again. I mean, we all know it's a fixed game. I look nothing like him. I'm not looking after a mansion or anything either. Rom is like finally able to go. Wacht, ze kan niet naar de wc gaan zonder haar. In de nacht. Het is te puur. I got a new picture book. Het is logisch. Like, laatste keer toen we keken naar Noir's huis bleken er camera's overal te zijn. Je weet nooit wat die mensen kunnen doen. En Louis heeft veel lollicons. Of Louis-cons, zoals ze het noemen in Reddit nu. Zeg, je weet nooit. Misschien is Magic the Gathering hier. Magic the Gathering klinkt als een Nintendo ding. Maar die spelen meestal niet op de DS en zo. Weet je wat, de hele lollicon gedeelte werd is natuurlijk perfect bij het feit dat een, like, iemand in de PR van Treehouse, like vroeger, die is nu ontslagen, maar is, die zei, die was like voor like child porn. Like, holy shit. Hij was voor child porn? Like, ze advoceerde voor child porn. En daarom werd ze ontslagen, maar iedereen vindt het raar dat ze ontslagen werd. Like, ze zeiden van, oh, like, Gamergate is seksistisch, want ze vinden want ze vieren dat een vrouw is ontslagen. Like, ze fucking advoceerde voor child porn, die motherfucker. Het was Teddy die het zei, by the way. Ik heb een belangrijke vraag nu toch over child porn hebben. Is het censureren van child porn? Censorship. Free speech. Het is technisch gezien is het censorship, maar het is ook wij schreeuwen waarvoor het illegaal is, weet je wel. Zijn we nu een of ander mans free speech aan het censureren door hem door zijn ding weg te halen? Want het is een daad, geen sprak. Oké, okay, dat gezegd, de altijd is fucking dom. Daar gaan we. De alt-right is een soort persoon die over mijn Western culture praat. Maar blijkbaar is hun versie van Western Culture heel anders dan onze versie van Western Culture. Bro, dat is like een van de discussies die we hebben, ze over is censorship en shit. En het is like een van de argumenten is like, ja, je weet individualism en groepen toch? Collectivism. En shit. Ja, collectivism. En het is like, dan hebben we het over like hoe we de collective, like, dan hebben we het over censorship en dan zegt ze van ja, censorship doen we om de collective te beschermen. En als je child porn censureert, dus weghaalt, betekent dat je ook de collective beschermt? Yes. Weet je, deze hele cutscene laat zien waarom Ron de slechtere zus is, waarom Ron beter is. Je komt binnen en Ron gooit gewoon een boek op je gezicht. Het lijkt lol. Om eerlijk te zijn, ik denk dat Ron een soort persoon is die naar de Suicide Forest zou gaan en dan een video ervan zou maken en het dan erom zou lachen. Nou, als ze ouder is. Als ze ouder is. Ik denk niet nu. Dan weer. In de volgende spel is ze wat matuurder geworden. Yeah. Maar ze weet tenminste beter dan. Niet zoals die hele persoon. Paul. Logan Paul. Maar fuck, gast man. Maar ik heb je gezien met de andere dingen dat hij heeft gedaan. Yeah. Een of ander like opnemen is niet de enige ding dat hij fout deed. Hij gedraagt zich gewoon als een of andere kleuter zonder ouders. De
een volwassen kleuter. Dat is het ergste gedeelte eraan, weet je wel. En weet je wat, je kan merken dat hij beter weet, want hij zegt dat de Japanners nice, aardig zijn. Omdat ze like, hem tolereren en zo. En dan heb je zoiets van, oké, dus je weet wat je doet slecht is, maar je doet het toch. Fuck you, fuck you. It's like, je misbruikt gewoon hun aardigheid en shit. Hun tolerance en shit, fuck you. Je bent net zo erg als, al die Marokkanen in dit land. Lijkt degene die slecht zijn. Lijkt er zijn ook andere Marokkanen die willen dat de andere Marokkanen weggaan. Waar de fuck heb jij het nou over? Alle buitenlanders zijn slecht. Zelfs ik ben slecht. Maar jij bent geen buitenlander, ik ben hier geboren. Shut up, Jesse. Oké, ik heb een vraagje. Want Turkse mensen zijn meestal wit, toch? Ja. Yeah. Dus horen dan hun bij de etno steeds of niet? Ligt eraan hoe ze gedragen, blijkbaar. Is dat... Nou ja, whiteness is een spirituele ding, toch? Is like, volgens mij was één van die dingen, like, met Richard Spencer gewoon vooral, is like, je mag, zolang je er maar wit uitziet, zit je binnen. Oké, dus als ik half zwart ben, maar ik zie de wit uit, dan is het oké. Okay. Ja. What the fuck is hun idee van, wat proberen maar, hun te bereiken? Maar, nee, dat is Richard Spencer, en hij is de eerste persoon die zal sterven in zijn regime, weet je? Oké, wat als je half native American bent? Moet je dan in de wild of moet je dan ooit nog met de Ethno State? African American zeg je toch? Nee, Native Americans. Native Americans. Die zijn meestal wit van wat ik zie. Nou ja, ze moeten terug naar het wild. Wat anders? Ze moeten terug naar het wild. Maar ze horen niet bij de Ethno State, ook al zijn ze wit. Ik heb nu jullie vraag, heb jij die debat gezien bij de kans of? De debat. Nee, ik heb het debat niet gezien, maar ik weet er wel dingen van. Dat is leuk, wat? Ik moet er zelf naar gaan kijken, het is een fucking shit zo eerlijk gezegd. Sharknado? Is dat een nieuwe film? Is dat een vervolg van Sharknado? Fucking pak die boek en gooi het terug dan! Weet je, net toen zou het doen, was het net zo kinderachtig. En zeg, voor mijn part moet je dat gewoon terug doen op dat punt. Je moet het tenminste punishen. Geen wonder dat Ram zo is, like, Blan doet niks nu dat Mina weg is. Is like, als je niet die boek terug gaat gooien, like, tenminste, like, wees veel sterker dan dat. En ik heb het over Neptune, als Blan niks gaat doen. Ik heb het meer over Blan, om eerlijk te zijn. Like, zij moet voor de kleine zusje zorgen en dat ze zich goed gedraagt. Ja, dat is waar. Blan doet blijkbaar wel een betere baan dan Victory 2, tenminste. Ja, vooruitgang. Dat is je imagination. Dus blijkbaar is een groep activisten die vinden dat like de CPU is nu de monarchie blijkbaar. En ze willen dat niet. Ze willen een... ik weet niet wat de fuck ze willen. Democratie. Maar ze willen in ieder geval een andere wetgeving. Ze willen meer redelijke wetten. Wat voor wetten? Wat we beter om te zeggen is, zult een human ethno-state in de ruimte zonder CPU's. Nou, dat was wel één ding, dat de hele tijd over de ruimte gepraat en shit. Als je erover nadenkt, is dit onzin. Want als je je eigen natie zou maken, zeg maar, dan zou dat uiteindelijk toch een godin geboren worden, volgens mij, als ik het goed heb. Want in deze wereld zijn de naties zelf gemaakt door de mensen. En is daar een godin geboren. Ja, dat is waar. Dus het maakt niet uit wat je doet, een godin zou toch komen. Het is simpel, gewoon impeach de code en dan duwen we gewoon dit. Just kill her. Spit on the fake queen. Oké, maar wie wordt dan de leider? We gaan gewoon een anarchy hebben. Oh god, het is een... Nee, een state democratie. Geen godin, hè? State democratie. Oké, dus we willen een democratie. Geef het maar okay. geef het 5 jaar. Dan was toen meteen een anarchy. Wat een leider is gewoon te fucking zwak, man. Maar het is like, wie wil dan de leider worden? Want niemand heeft bepaald... Er is echt niemand die de leider zou willen worden dan, weet je wel. Ja, wie zegt dat? Maar dat is de goede kid die jou aan het praten is. Ik weet al, en de slechte mensen kiezen voor de politiek. Nigel Farage is niet per se slecht. Is waar. Maar, meestal die mensen komen niet in de politiek voor, weet je? Niet goed bedoelen en shit.
Nee, die gaan nu, die komt er niet in om het lijkt. Die komen meestal niet om dingen te verbeteren. Lijkt kunnen we gewoon de shit hebben en zo. En de mensen die dan wel een goed idee hebben van wat ze willen doen, die worden, krijgen dan de leiding niet. Nou, ik kocht jij al een bombenzwaard? Ja. Was het niet, had jij al niet een bombenzwaard? Volgens mij, het kan zo zijn. Of was het een woedenswoord? Ik had wel de woedenswoord eerst, maar... Ah ja, dat is een idee. Ja, dat is een ander zwaard, oké. Hij zegt, ik gebruik normaal nooit de bamboezwaard in de spellen. Hij zegt gelijk voor de huntingzwaard. Meestal... Nee, dat is gewoon één playthrough. Want je hebt genoeg aan de houten zwaard op dit punt van het spel. Is dit de tweede keer dat je in het spel aan het spelen bent, though? Ja. Maar like, elke andere Neptunus heeft ook een bamboezwaard. Meestal ga ik voor de huntingzwaard gelijk. Kijk, Rebirth 1 had ook de bamboezwaard, maar ik ging gelijk voor de huntingzwaard, want je kon het zo snel krijgen in het spel. Ik krijg het al bij de tweede dungeon en zo. Zo, dit is de andere ding dat Neptune fout heeft gedaan. Waarom de fuck zijn er monsters in je stad ook weer? Was het een plotpunt? Volgens mij was het een plotpunt. Oké, dus nu gaan we ook nog eens vechten tegen onze bewaking. Oh mijn god, daar heb ik hier even nagedacht. De bewaking is defect geworden. Oh. Oké, dat ziet er niet dit uit. Ik ga nog zitten. Wie heeft dat gemaakt dan? Neptune. Is het waar? Like, ze konden geen 3 dagen over, dus er is er 1 dag over, daarom ging het aan het verhaal. Dat was rust. Ja, dat was rust. En om de defectie weg te halen, duurt het like 3 jaar. Ik moet wel zeggen, though, de dungeons waarin je in de nazi's loopt, zijn de beste dungeons in het spel. Ja, ze zien wel cool uit. In de franchise, om eerlijk te zijn. Heel erg mooi uit. Om eerlijk te zijn... Maar dit komt met de omgeving, like, de nazi's zelf zien eigenlijk best wel cool uit. Is dit de enige nazi waar we doorheen lopen ook, hè, Tim? Nee, dat is ook Louis. Louis, oké. Ja, wat jammer is, want het zou interessant zijn om La Station en Liebel zijn gelopen. Ah. Dus ik vraag me fucking af wat de fuck is. Het is met deze fucking nazi. It's like you have the stester code in over the last fucking shit. En het ziet er zo fucking futuristisch uit. Dat komt omdat Sega like hele goede hardware had. Ik moet gewoon denken hoe Sega werkt, Dennis. Zeker dat alles te eer vroeg. Is like, waarom, dat is een ander ding. Like, waarom, like, wanneer ze zoveel goede dingen maken, waarom? Waar ze dan niet zo succes. Eigenlijk nu ik over nadenk, er was ook volgens mij een verhaal daarover. Je weet toch like Nintendo en de andere kleine zaken die je hebt zoals Capcom en Konami. Ja. Nintendo had een vieze truc daarmee gemaakt waardoor ze contracten maakten met zaken. Waardoor ze alle spellen voor hun maken, weet je. Wat is dat? Maar dat is ook de feit dat Sega niet goed was met marketing en zo. Was dat ook? Ja. Bijvoorbeeld Sega Saturn kwam veel later uit dan zou moeten, bijvoorbeeld. Veel later uit, zeg je. Ja, en dan hebben ze wel wat ideeën en zo. Alleen, het komt meestal op de verkeerde tijd uit, zeg maar. Zoals de Dreamcast bijvoorbeeld. Als het eerder uitkwam, zou het echt een hele goede console zijn geweest. Alleen, uiteindelijk kwam de PlayStation 2 en zo pas maar een klein beetje later na. Oh ja. Volgens mij had de Dreamcast ook lekker Google Cores erin zitten. Ik weet niet hoeveel. Maar ja, voor de tijd was de Dreamcast een hele tochtige systeem. Toen kwam de GameCube tevoorschijn, de PlayStation 2. Eigenlijk nee, de GameCube. Want de PlayStation 2, voor hoe goed het ook mag zijn, de laadtijden in de PlayStation 2 zijn de shittiest ding ooit. Maar probleem, in mijn mening, is het feit dat ze niet echt goed... Like, ze hebben één goede franchise op Sonic. Ik wil niet zeggen dat ze geen andere goede franchises hebben. Maar ze doen er niet zoveel focus op dat in die tijd. Dat zal er kunnen doen. Kijk. Nu is het alleen maar Sonic ook vooral te vinden. Ik denk dat Yakuza ook gedaan is bij Sega, maar ze hebben niet echt like, ze hebben geen nieuwe spel van gemaakt van wat ik weet. Yakuza werd gewoon een andere ding toch? Like gewoon een remake of zo. Nee, Yakuza heeft heel veel verschillende spellen en dus like,
Like, Yakuza 0 is al vorig jaar uitgekomen, volgens mij. Nee, ik hou me niet zoveel meer bij met games en shit. Wat het probleem is, dus. Ik denk dat Yakuza spellen wel grappig zijn, dat is misschien moet ik ze geen spelen. Zo, wat er nu op het scherm gebeurt, kan ik dat uitleggen, Jesse? Deze vrouw, die een activist is, is net zo effectief als de alt-right. En in andere woorden, dus niemand komt om mee te doen en niemand is geïnteresseerd in waar ze mee werkt. En iedereen vindt haar maar gestoord. Ah, zeg dat eigenlijk wel bezig. Do you like bad girls? Because I'm really bad at everything I do. Lees. Van de ene kant best girl, van de andere kant. Power hungry. Nee, volgens mij is het Sachan die dit doet. De stemacteur van Sachan die dit doet. Het is heel erg overduidelijk. Het klinkt wel zo, weet je wel. Let ik de sadist van Gintama. Ik weet wie het hebt. Ja, maar voor de mensen die misschien niet gelijk die het misschien niet weten. Nee, zij is niet de sadist, zij is de masochist. Masochist. Gintoki is de sadist. Ja. Ik wil even op middag gaan kijken. En als je iets tegen hebt, dan ben je een racist. Ah! Fuck ja. Weet je, ze haat godinnen, maar ze zegt ons wel. Ze zegt wel onze naam met Sama erachter. Ze is dat soort. Dat grote kut, weet je. Ja. Dus als zij een kuk is, betekent dat als ze een man heeft, dat ze de man andere vrouwen laat doen? Ja. Ja, eigenlijk wel, hè. Is er eigenlijk een vrouw met zo'n fetish? Lijkt, is er een vrouw met een fetish voor kuk? Ik heb nooit een vrouw gezien alle harems in de islamitische landen. Je zegt dat, maar zelfs die hebben jaloezie. Dat is waar. What the fuck laat je dan je man een harem hebben op sommige punten? Volgens mij... Waarschijnlijk meer omdat het moet. Op dat punt. Lijkt, ze vinden het waarschijnlijk niet erg om een threesome te doen. Maar meer van kijken hoe iemand anders. Hoe je man de vrouw doet, zeg maar. Yeah. Dan weer threesome. Wat vind jij van threesomes? Als je. Je laat zeggen, je zit in een relatie met iemand en je doet dan een threesome met die persoon. To be honest, als ik de man ben, liever twee vrouwen. Makes sense. Kijk uit, en als we zo praten, komt altijd naar ons toe om te verzuren hoe degenerate te zijn. Nee, ik weet niet hoor. Ik denk dat ze het niet erg vinden als ik twee vrouwen druk. Nee, zoals... Dan op ik ben terug, okay, zo zou ik het ook niet goed vinden. Maar je bent... Maar je bent wit. Hoe werkt deze app nog steeds? Simpel. Mond dicht. Zullen het nooit weten. Tot het einde. Weet je wat? Dat klinkt als de altijd en dus je mond dicht. Is dat... Maar je hebt vrijheid van meningsuiting, maar hou je kop. Is dat... Er is een reden waarom de Daily Stormer voor een lange tijd door een jood werd geleid. Hij hield zijn mond dicht. Shut up. Listen and believe, oké? Zo, ja. Saad... Ray's stemacteur is Saadjans stemacteur. Klinkt zo... Ik wist het wel... Het is overduidelijk, maar ja... En nog steeds even onduidelijk. Op de tijd nachecken, weet je? Ja. Dus blijkbaar iemand. Dus blijkbaar iemand anders van een andere ree van een andere wereld. Wilt haar kracht geven aan de ree van onze wereld. Dus van de ene kant, ik zou zeggen, Jesse, spoilers, maar van de andere kant is best wel duidelijk met die stem en shit. Het eerste is duidelijk met de stem, de tweede is wel hoe ze het ook zeggen ook. Wat? Weet je, deze, het begin van dit spel is bijna zo lang als het begin van Kingdom Hearts 2, just saying. Had Kingdom Hearts 2 meer gameplay of minder gameplay dan Hyper Dimension Neptunia? Meer gameplay. Oké, daar gaan we. Beter. Kingdom Hearts 2 is beter.
Nee, eigenlijk niet. Really? I don't Want, know. Ja, het meeste wat je doet, is all job scènes. En dat is saai. Shut up. Is dat nooit een baan krijgen, anyway? Weet je, je hebt gelijk. Zo, dus beter af op daar. Dan en weer. Jij gaat nooit op jezelf wonen. Dus fuck you. Dat is waar. Uiteindelijk zijn we beide losers. Ernest, ik heb een idee. Als ik op mijn eigen huis weet te wonen en jij weet een baan te krijgen, kunnen we samenwerken. Je weet dat je dat niet bij jezelf gaat wonen, hè? Dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel dat ik jou help, zodat jij op jezelf kan wonen. En dan kun je mij helpen om een goede baan te krijgen. Huh? Zie je, deze party is bijna compleet. Alleen we hebben een PR manager nodig. Steve? Wat voor rol zou Steve hebben in een party, anyway? PR? Hij is de gezicht. Hij is gewoon weet je wel, hij is de typische Nederlander, hij is een goede gezicht voor ons. Is like, wat je dan doet, is je zet een bordje naast hem neer, like, of achter hem neer, schoppen voor $1. Schop deze kut voor $1. Iedereen zou hem schoppen. Oké, nee. Kijk, dit is een grapje, neemt het niet serieus. Like, dat is calm down. Ja, yeah, please. Dus like, calm down, dat is toch wel een grap, en ik denk serieus. Dus in de White Atlas State is Steve toegelaten, toch? Ja. Hij ziet er 100% Aryan uit, zo. Ik zou niet weten. Ja, like, is hij niet de soort persoon dat hij altijd het leuk vindt? Like, ik weet niet hoe dat altijd werkt. Hier is het ding. Is hij eigenlijk een kuk? Dat is de eerste vraag. Like, hij is geen kuk, geloof ik. Maar hij is ook echt alpha of zoiets, denk ik. Ik weet niet. Ah, ik denk dat hij meer... Hij is tenminste meer dan een beta. Hij is meer dan een beter, dat zeker weten. Like, hij is geen beter kut. Zo, ze zouden hem naar binnen laten. En hij ziet er Aryan uit, zo. Ja, ik guess zo. So. Dat is wat een Aryan is, toch? Blauw haar, blond, wit. Ja, dat is wat een Aryan is. Kijk nou, blauw haar. Blauwe ogen, blond haar. Weet je, Hitler is een fucking hypocriet. Hij heeft zelf geen eens blauw haar of blond haar. Met blauw haar of blond haar. Yeah, fuck, it's contagious. Hij heeft geen eens blond haar of blauwe ogen. Like, Hitler is een fucking hypocriet. Ik zou denken dat hij zijn haar tenminste blond zou verven. I know, right? Nou, uiteindelijk dankzij dat denk ik best dat het ook een YouTube is. Welkom bij deze cute girls doing cute shit game waar wij praten over de White Atlas. I gave up. Oh, dat is duidelijk, I gave up. We moeten over iets praten. We kunnen praten wat er gebeurt in het spel, maar we doen het niet. Maar voor nu is het vooral, like, cutscenes. To be fair, als er een hele gameplay was, zouden we ook niet kunnen praten, dus we hebben niets te zeggen. Ja. Dus ze zijn tegenovergesteld van anti-fighters, wat je me wilt vertellen, oké. Nou, ik denk niet dat Ray zou zeuren als... politici gaan aanvallen als zij eerst aanvallen. Dus, eerst mijn vraag. Wat is eigenlijk de nut van Ray? In de, like, waarom gaat Ray... Like, waarom is Ray een activist tegen CPU's in deze spel? Nou, je kan het een beetje begrijpen in de ultradimensie. Want in de ultradimensie is zijn godinnen meer een nieuw ding. En heeft ze zelf gefaald. Maar deze dimensie lijkt niet gereden. Spoilers, fucker. Anyhow. In dit geval... Ik knip de spoilers uit, maar je weet wat ik bedoel. Maar ja, de puppet Ray... Ik denk eerlijk gezegd dat zij gewoon iets anders wil proberen. Ze leefde misschien voor een lange tijd in Planet Toon en ziet hoe Neptune heel erg hard aan het falen is. Om eerlijk te zijn, ik weet niet eens hoe wat Neptune's. Wat is Planet Toon's legaliteitssysteem anyway? Het is niks dat het fout gaat. Weet je wel dat het land sterker gaat worden door shares en shit, maar wanneer de godin zoals Neptune bestaat. Die moet een etnostate maken. Nooit beter gaat maken. Dan heb je dat gevoel van, weet je wat, ik wil een betere systeem waar we niet hoeven te vertrouwen op shares van een groot ding die shit is. Dus zullen ze zeg maar hun eigen ding doen, met Blackjack.